Goedenavond iedereen en van harte welkom bij deze Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En op deze gemeenteraad zijn er verontschuldigingen. Lief iets later en Talita waarschijnlijk ook iets later. Zo genoteerd, we gaan van start met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Zijn er leden van deze raad die op het einde van deze raad een mondelinge vraag wensen te stellen? Goed. Ja, dan gaan we over tot de officiële agenda. En punt 1 is het goedkeuren van de notulen van de raad van de laatste keer, van vorige maand. Kunnen we deze goedkeuren, Mark? Bart? Steven? Ja, mezelf ook. Goed. Het volgende punt op onze agenda is de kennisgeving aan deze raad van het ontslag van Tony de Bel. Tony zal hopelijk voor hem betere en zonnerige oorden gaan opzoeken. En we gaan kennis nemen van zijn ontslag. Volgende punt op onze agenda is het onderzoek van de geloofsbrieven en verkiezing van een nieuw lid van het bijzonder comité. Dat is Lut Harde natuurlijk. Dus Sylvie, de algemeen directeur, heeft de voordrachtsakte ontvangen van kandidaatlid Lut Harde Hoste. En de geloofsbrieven worden voorgesteld aan deze gemeenteraad of Raad voor Maatschappelijk Welzijn om deze goed te keuren. En Lut Harde zal dan na deze raad en de gemeenteraad uitgenodigd worden om hier vooraan haar eed af te leggen. Kunnen we dit punt goedkeuren? Mark? Veronderstel van wel. Bart? Ja. Steven? Oké. Mezelf ook goed. En alvast proficiat, hè. Ja, een applausje misschien. Ja. Dat gebeurt niet elke dag, hè. Dus, hè. Dan was er wel een bijkomend agendapunt aangebracht door Katrien. Katrien, en ik geef jou ook onmiddellijk het woord. Dank u, voorzitter. Dus mijn bijkomend agendapunt gaat over de leegstand van een bejaardenwoning in de Anglo. In de Anglo is een bejaardenwoning vrijgekomen in februari 2023. De bewoonster is verhuisd naar het woonzorgcentrum en sedertien staat de woning leeg. Een situatie die niet te begrijpen valt, wetende dat de nood aan dergelijke mooie nieuwe bejaardenwoningen groot is. Tevens maken de buren zich zorgen omtrent het onderhoud van de woning zelf. Mijn voorstel is dan ook dringend in overleg te gaan met de bouwmaatschappij, wetende dat veel mensen wachten op een bejaardenwoning en deze woning dan ook zo vlug mogelijk toegewezen wordt. Ja, dank u wel, Katrien. Michael? Dank u wel, voorzitter. We hebben intussen contact gehad met de sociale bouwmaatschappij Dimensa, die ons de stand van zaken heeft gegeven rond de specifieke woning die door jou is opgegeven. Wat is er gebeurd? Dus nadat de woning is vrijgekomen in februari 2023, zijn er herstellingswerken moeten gebeuren, vrij ingrijpende herstellingswerken, waarna de woning opnieuw verhuurbaar is gesteld in de zomer van 2023. En dan zijn daar enkele kandidaathuurders over aangesproken, dus dat zij de mogelijkheid hadden om die woning te betrekken, maar die hebben dan in die periode nadien geweigerd, waardoor dat er dan toch wel enkele maanden zijn verloren gegaan. Dus dat is een beetje de reden van de vertraging. Maar het is wel zo, sinds eind vorige week, sinds vrijdag, is er een nieuwe kandidaathuurder die effectief heeft toegezegd. Dus die finaliteit van die verhuur moet nu nog geregeld worden, maar men verwacht dat de huur waarschijnlijk zal starten 1 mei of 1 juni. Dus dat is een beetje de timing van het opnieuw in gebruik nemen van de woningen. Misschien nog een beetje duidelijkheid geven rond de terminologie, dus bejaardenwoning. Het is niet echt een bejaardenwoning. Het is wel zo dat zij in oorsprong, dus waren dat woningen die aangegeven waren voor huurders die voldeden aan het profiel van bejaarden, maar dat werd niet zo opgenomen in het doelgroepenplan.
Dus wat eigenlijk wil zeggen dat ook bijvoorbeeld een alleenstaande met een kind ook die woning kan betrekken. Dus over de identiteit van de huurder op dit moment heb ik daar ook geen zicht op natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat het een jonge alleenstaande is met een kindje, maar het kan evengoed een bejaarde zijn. Dus dat is een beetje de timing en ook een beetje meer uitleg rond de specifieke woningen daar in de Anglo. Oké, ik ben blij dat dat nu gaat ingevuld worden en een nuttige bestemming krijgt. Dank u wel. Goed. Ja, sorry, mijn excuses. Ja, Bart. Okay. Juist, ik heb hier informatief welke gevolgen zijn dat voor de mensen die dat aanbod weigeren voor een positie op de wachtlijst. Je kan altijd een woning weigeren. Mm-hmm. En dat betekent dan dat je terugvalt in de lijst, dat je dan opnieuw de mogelijkheid krijgt om, als er een nieuw aanbod is, volgens uw stand op de lijst, om daar dan gebruik van te maken. En als ik het goed voor heb, kan je eenmaal weigeren en een tweede maal word je helemaal dan weggenomen van de lijst, dacht ik. Maar daar kan ik u... Later zal ik navraag rond doen, maar ik denk dat dat de algemene wijze van werken is. Oké, dank u wel. Goed. Aangezien het feit dat er geen mondelinge vragen zijn, kunnen we onmiddellijk overgaan naar onze gemeenteraad. Zijn er leden die aan het einde van deze raad een mondelinge vraag wensen te stellen? Henk? Ja. Een vraag over de parking aan het Viertelhof en de bereikbaarheid. Zo. Ja, Bart, ja. Ik heb er eigenlijk vier. Vier puntjes, ja. In verband met de Brugstraat in Machelen. In verband met de deelwagens, wou ik nog even doorbomen. In verband met de site in de Waalmeersen. En ik wou ook eens polsen naar of dat er al nieuws is over de enquête in de piste. Omtrent de verkeerssituatie daar. Goed. Katrien, ja. Over de Bloemenwijk. Bloemenwijk? Ja, indien dat hetzelfde thema behelst, is dat natuurlijk geen probleem. Goed, ja, dan gaan we eraan beginnen. Met punt 1 natuurlijk. Kunnen we de notulen van de vorige keer goedkeuren, Mark? Ja, Bart, Steven, mezelf ook goed. Het tweede punt op onze agenda is de aanleg van een voetpad. Een voetweg eigenlijk in de Waalstraat. Uitkomende op onze sportsite, Sophie. Ja, dank u wel, voorzitter. Wil je mij? Ja. Dus ik heb hier onze medewerker heeft een kleine sumure schets gemaakt hoe het er zal uitzien. Nu, we gaan beginnen in de Koekoekstraat Veldakker, waar er een grote verkaveling... Waar er een grote verkaveling in ontwikkeling is. Er staan enkele huizen, de straten liggen al. En er is een voetpad aangelegd tot aan de grens met dit perceel. Dus dat is een perceel in de Waalstraat, 107, een appartementsgebouw. En het was de bedoeling dat de verkavelaar een recht van doorgang, of dat wij een recht van doorgang hadden op de oprit van dit appartementsgebouw. Dat is ook zo. We hebben die recht van doorgang. Maar nu stellen we wel vast dat het padje er al ligt. En dat wel aanvoelen dat de mensen die in de appartementen wonen, moeten achterlangs naar hun garage. Dat het wel beter zou zijn dat dit op de oprit eigenlijk wat breder wordt. Nu, die haag, onder die haag ligt er een gracht. Een ingebuisde gracht, die gaan we verwijderen.
En we gaan een padje aanleggen van 2,5 meter in asfalt, waarbij dat we eigenlijk een stuk op privé-eigendom gaan, richting de appartementen toe. Maar we gaan dat afbakenen met beleiding en ook enkele fietsjes op die zone tekenen, zodat we eigenlijk een veiligere doorgang kunnen creëren richting Veldakker en ook richting Sporthal Gemeenteschool. Dus ik denk dat dat een heel grote meerwaarde zal zijn voor zowel onze sportievelingen als onze jeugd, om die doorgang te gebruiken richting de nieuwe verkaveling, maar ook verder richting Zoubikstraat, Moskou en verder. Dus, en dit is voor een bedrag van €31.000 gaan we dit pad aanleggen, die dan aansluit op de verkaveling Veldakker. Kunnen jullie hiermee akkoord gaan? Ja, Bart. Ik heb het niet helemaal eerst begrepen, maar ik heb een signalisatie voorziet u daar op die voetspiegel. Dus komt een lichtpunt, waar dat de streepjeslijn staat, zullen er ook streepjeslijn komen. En we gaan ook fietsen, dat komt een asfalt in, dus die graag gaat weg. Die graag gaat weg, dus er komt een nieuwe strook asfalt. En we gaan ook fietsertjes tekenen op die strookje. Dus. Maar het is eigenlijk maar... Dus de bewoners zijn daar ook van op de hoogte en zijn daar ook mee akkoord. Dus we hebben een getekende akkoord van de syndicus dat op deze manier kan gewerkt worden. Dus de auto's kunnen achterlangs en de fietsers moeten eigenlijk rechts blijven op het pad van 2,5 meter. Ja, maar ik maak me wel een beetje zorgen. Komt dan rechtuit op de Waalstraat, wat dat wel een drukke weg is als... Zeker met jonge fietsers, als die nogal uit dat wegelke komen. Ja, het is wel, het is aan een voetpad en het is daar wel... Ik weet het. Ja. Ik ken de situatie vrij goed. Dat is gewoon een bedenking dat ik mezelf maak van fietsers die recht op de Waalstraat komen, dat een zeker risico inhoudt. Natuurlijk, het ligt daar een voetpad, maar het is daarom dat ik het eigenlijk ook niet helemaal begrijp, want er staat in het punt voetweg. Dus ik had dan eerder de indruk dat het niet de bedoeling is om op te fietsen. Ja. Maar ik ga er dan al vanuit van, want ik heb zelf ook de neiging, als ik ruimte zie om te fietsen, dat die wel benut. Maar dan vrees ik gewoon een beetje, zeker voor jongere fietsers, dat die misschien iets te enthousiast rechtdoor gaan rijden. Ja, Wart, dat is toch bij elke straat. Als je ergens op een straat komt, moet je zowel als voetganger als als fietser toch wel voorzichtig zijn. Het geeft geen vrijgeleide om zomaar de straat over te steken richting school. Ja, maar ik zeg ook niet dat ze dat moeten gaan doen. Ik vraag mij gewoon af in hoeverre dat in verkeerstechnisch en signalisatie en op het wegdek gaat duidelijk worden. Maar kijk, daar komt hier een fietspad ook van rechts. Dat gewoon duidelijk is voor de auto's, dat ze weten vandaar kan er eventueel iemand komen die geen voorrang heeft, maar dat ze het wel weten. Ik snap ook wel dat inderdaad, ik heb het al getest, je moet niet zomaar naar voren van rechts niet geven. Maar niet dat hier specifiek van vooraan van rechts is, of die hebben van de twee richtingen voorrang. Maar ik vind het gewoon, het uit in mijn ogen een klein beetje risico in om gewoon iets te vlot rechtdoor te gaan als fietser. Maar goed, misschien sta ik daarin. Ja. Ik ben daarmee te veel aan het doen, denken, dat kan ook. Maar... Als het nodig acht, kunnen we altijd... Het staat daar een verkeersbord of een paal. Maar ik denk dat het ongeveer loodrecht op het voetpad ongeveer uit. Als je het zebrapad uitkomt. Het is zo goed als loodrecht op het voetpad, ja. Ja, maar ik bedoel, het zebrapad voor naar school te steken ligt waarschijnlijk ook in het verlengde van dat stuk. Ik heb het zitten bekijken. Huh? Oftewel ligt er in het verlengde van die oprit, oftewel er juist naast. Goed, ja. Ja, allee, ik kan ook even bespreken. Het ligt er nog niet. Het zal er wel eraan liggen. Als er extra verkeersmaatregelen zijn, een bord of een extra signalisatie moet komen, gaan we dat zeker meenemen. Hè. Ik ga dat bespreken met de verkeersdeskundige hier intern. Nu gaat het risico nog niet zo groot zijn, maar ik heb gezien dat er toch al redelijk wat percelen verkocht zijn van een nieuwe verkaveling. Dus op termijn kan dat misschien wel wat drukker worden. Hè. Maar goed, het wordt vandaar mijn nu bezorgdheid. Al gebruikt, hè. Ja. Ja, Steven, misschien nog een toevoeging. Ja, dank u. Voor de bezorgdheid van Wart. En ik zie bij de feiten staan dat ze van die omega-beugels voorzien. Ja, maar is dat niet, dan niet voor... Maar die omega-beugels komen op het einde. Omdat de mensen, dat is op vraag ook van de mensen, dat ze niet willen nemen dat er zomaar bromfietsen en dergelijke erdoor razen. Dus dat is eigenlijk... Want die witte auto staat... Die staan daar... op het einde, maar die staan niet ter hoogte van het zebrapad. Nee.
Want, nee, ik denk niet dat het aangewezen is om hier... Nee. Nee, we moeten nog altijd een beetje respect hebben voor de mensen van het appartement. Die, als een keer een zware een levering hebben... Allee, we komen hier wel op denk eerder dat we misschien met extra signalisatie of met een speciaal teken op de grond een aanduiding kunnen geven. Maar die omegabeels komen op de daar ter hoogte van de boom. Oké, dat is duidelijk. Dank u. Goed, kunnen we dit punt goedkeuren, Mark? Ja, Bart? Ja. Ja, Steven? Mezelf ook goed. Volgende punt op onze agenda is het herstel van de ommuring van het kerkhof van Machelen samen met trapconstructie en toebehoren. Michael. Ja, dank u wel. We gaan naar de dorpskern van deelgemeente Machelen. Zoals jullie allemaal wellicht weten, is de kerkhofomgeving in Machelen beschermd. Dus niet enkel het kerkgebouw, niet enkel de oude pastorie als gedeelte van een traveelmuseum, maar ook het kerkhof. En alles wat zich daarop en daar rond bevindt, is beschermd als onroerend erfgoed. Enkele maanden geleden, dus een tweetal maanden geleden, hebben we hier het dossier goedgekeurd, bestek goedgekeurd voor herstelling van het funerair erfgoed, of toch een twaalftal beschermde graven. Maar we stellen natuurlijk vast dat er voor wat betreft de ommuring van het oud kerkhof, voor wat betreft de pijlers die toegang geven langs de noordelijke en de zuidelijke toegang, voor wat betreft de trapconstructie en het hekwerk dat zich bevindt zowel ook langs de noordelijke kant als langs de zuidelijke kant, en ook voor wat betreft het dodenhuisje, dat er toch herstellingswerken noodzakelijk zijn. Dat houdt in hoofdzakelijk werken aan het voegwerk, het opnieuw vastmaken en het inbrengen van stenen, van bakstenen in hoofdzaak zal dat zijn. Herstel van het pleisterwerk, waarbij dat er ook een zachte gevelrenovatie zal worden uitgevoerd. En waarbij het ook heel belangrijk is dat we de site ook opnieuw gaan herschilderen, herkaleien, zoals dat ook in het verleden altijd gebeurd is, zodat we er kunnen voor zorgen dat die omgeving opnieuw heel mooi wordt. Voor wat betreft het dodenhuisje zal er ook herstelling gebeuren aan het schrijnwerk. Dus niet enkel het hevelmetselwerk zal hersteld worden, maar ook de dakgoten. En ook de ramen en de deur, de toegangsdeur daartoe, zal worden hersteld. De uitgave voor die opdracht wordt geraamd op een bedrag van €82.639. Exclusief BTW is dat. En wij verwachten dat ook nog vanuit de hogere overheid, vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse gemeenschap, dat daar ook een premie zal tegenoverstaan van 40%. Dus door het feit dat de site, zoals gezegd, beschermd is, dient de gemeente ook dan een aanvraag te doen, enerzijds voor toelating om de werken te kunnen uitvoeren, en twee, ook een aanvraag te doen tot betoelaging. En het is pas wanneer de goedkeuring daarvoor verkregen is, dat nadien dan de premie kan uitbetaald worden en dat ook de effectieve werken kunnen starten. Dus ik vraag goedkeuring hier aan onze vergadering voor deze werken, zodanig dat we het historische en het heel mooie centrum van onze gemeente in ere kunnen herstellen. Bart. Het staat er een beetje los van, maar ik heb in november een vraag gesteld in verband met de mogelijkheid tot een troostmuur. Dat sluit er wel een klein beetje op aan, want dat heeft hier veel mee te maken. Is daar al iets in ondernomen? Ja, dus in verband met de troostmuur is het zo dat... dat is natuurlijk een heel ander onderwerp dan waarover we nu bezig zijn. Maar, muur en kerkhof. Ja, oké. Er is toch een zekere link. Ja. Dus voor de troostmuur 1 is het zo dat wij dus ieder jaar de aanplakkingen doen voor de concessies die ten einde komen. Dus voor de concessies die ten einde komen in 2025 hebben we de aanplakkingen dus in het eind 2023 gedaan. En daar hebben we bij al die aanplakkingen de vermelding opgenomen
dat mensen die zich geroepen voelen om een bepaald foto van familie van wie de graven eigenlijk gaan weggenomen worden, geïnteresseerd zijn om die foto aan de troostmuur te hangen, dat die die mogelijkheid krijgen en dat die zich moeten melden aan de balie van dienst burgerzaken. Dus dat is voor wat betreft de concessies die ten einde lopen in 2025. Voor wat betreft de concessies die ja, nu eigenlijk al ten einde lopen vroeger, die ten einde komen in 2024, daarvoor voorzien we in de, een van de komende publicaties van het, het infoblad ook een stukje waarbij dat, dus dat initiatief van de Troostmuur nader zal toegelicht worden. En het is ook onze bedoeling om eigenlijk een welbepaalde begraafplaats aan te duiden om die foto's te gaan aanbrengen. En we denken daar op dit moment aan de oude begraafplaats van Olsene, die, waarvoor dat er ook een beheersplan in opmaak is. Dat is geen beschermde site. Maar het is wel zo dat daar ook belangrijke grafmonumenten zijn die we ook willen behouden. We willen die plaats ook gaan ingroenen in de toekomst. We willen daar ook mogelijkheid geven om extra, laten we zeggen, wandel- en fietspaden daar naartoe te laten brengen. En daar zien wij die mogelijkheid als een goede combinatie tussen die ingroening. Het meer, ja, het, nu is dat eigenlijk een dode plek waar er eigenlijk heel weinig mensen nog naartoe komen. Waarom? Omdat er eigenlijk niet meer bijbegraven wordt, dat families daar ook niet meer ter plaatse gaan, of toch heel weinig. En we denken dat dat een ideale plaats zou zijn om die troostmuur te gaan inrichten. Maar dat is dus de bedoeling om dat ook nog nader te gaan toelichten in een van de komende publicaties van het infoblad. En de mensen die een concessie hebben die ten einde loopt, die worden dan ieder jaar per jaar geïnformeerd over de mogelijkheid om gebruik te maken van die muur. Dus dat is een beetje de stand van zaken. Oké, dank u wel. Alleen een beetje jammer dat er al stappen blijkbaar waren gezet en dat om een of andere reden de naar voorbrenger van het punt daar niet van geïnformeerd wordt. Maar goed, bij deze ben ik geïnformeerd. Ik ben heel blij dat er al concrete dingen op stapel staan. Dank u wel daarvoor. Mark, je had ook een bedenking. Ja. Voor alle duidelijkheid, de ommuring van het oud kerkhof, dat betreft toch de bovengrondse muur. Hè? Vanaf het dodenhuisje tot aan de trap. Ja, dus dat de plannetjes zitten bij, als bijlage bij het punt. Dus dat betreft als je van in het noorden begint, herstelling van de twee kerkhofpijlers, dus de kolommen. Dat betreft het restaureren van het dodenhuisje. Dat loopt dan verder tot de twee pilaren inrit van de nieuwe pastorij. En zo verder de muur tot aan het gebouw van de oude pastorij. En dan loopt dat verder langsheen de zuidkant tot aan de twee pilaren die toegang geven tot de kerk langs de zuidelijke kant, dus waar de trapjes gelegen zijn. Voor wat betreft de noordelijke kant is het de bedoeling dus dat beide zijden van de muren ook gerestaureerd worden. Dus die worden allebei nagekeken, de voegen nagekeken, hersteld. En het is dan de bedoeling dat ook bijvoorbeeld de pannetjes die daarop liggen van boven, sommige van die pannetjes zijn losgekomen, dus die worden ook allemaal hersteld. En dan de voorzijden van die muren, zowel langs de noordelijke als langs de zuidelijke kant, worden dan ook herschilderd, eigenlijk geherkaleid in die witte kleur, samen met de pilaren. En dan, het spreekt voor zich, dat de betonnen constructies die er van bovenop staan, die siervazen, waarvan er sommige wel gereconstrueerd zijn in de afgelopen jaren, maar er zijn nog twee originele siervazen die daarop staan, langs de achterzijde, dus langs de noordkant, die worden, en dat is, ik denk dat dat voor zich spreekt, nadien terug op die palen geplaatst. En die puntgevel die er staat, hoort dat erbij of hoort dat er niet bij? De puntgevel wil je zeggen, de gevel langs de kant van die geschoord, de... Die geschoord geweest. Ja, die geschoord is. Maar, dus dat is een deelmuur die ook opgenomen is in de bescherming. Dus de bedoeling is om natuurlijk het gedeelte
dat restaureerbaar is op dit moment, om dat al aan te vangen en ervoor te zorgen dat dat in orde is. En dan gaat het afhangen van de timing van de werken die nog komende zijn in de toekomst, want er is er ook een vergunning voor afgeleverd om dat gebouwtje die er eigenlijk aan stond, om dat terug op te trekken. Zal het in overleg moeten zijn met de werken die daar zullen gebeuren, om dan die tipgevel die nu geschoord staat, om dan de gelegenheid van die restauratie ook op een correcte manier af te werken. Maar ik denk dat het weinig zin heeft dat we op dit moment al volledig dat tipgeveltje volledig gaan verven en voegen in de toestand zoals het nu is. Ik denk dat dat voor zich spreekt, dat dat zal moeten gepaard gaan met de werken die langs de achterzijde door de private eigenaars uitgevoerd moet worden. Oké. Goed. Goed, kunnen we het punt goedkeuren, Mark? Ja, Bart? Ja, Steve? Ja, mezelf ook goed. Volgende punt op onze agenda is de bureauinrichting wat betreft ons gemeentehuis, Sophie. Ja, dank u wel, voorzitter. Jullie weten wellicht dat er de laatste jaren een aantal of een heel aantal mensen zijn bijgekomen in onze diensten. Die mensen moeten allemaal een plek hebben, voornamelijk een werkplek. Liefst een goede, een ergonomische. En het is nu de bedoeling om zowel voor de teamcoach Poets, personeel, financiën als ruimte, een groot aantal werkplekken, bureaus aan te schaffen. Een aantal zullen ook ergonomisch zijn, die in hoogte verstelbaar zijn, zodat mensen op een goede en deftige en verstandige manier kunnen te werk gaan. Dat is voor dus ook wat belangrijk is, dat een heleboel nieuwe, maar ook de oude die mee verhuisd zijn van de karreweg, de nieuwe oude zogezegd, die worden ook vervangen. Dus vanaf nu zouden eigenlijk nu alle mensen die, als we het moment dat we hier gekomen zijn, hebben voornamelijk de benedenverdieping allemaal een nieuwe bureau gekregen. En de 14 die nu aangekocht worden, zullen eigenlijk voornamelijk voor de bovenverdieping zijn. En de mensen met een heel oude die ook vervangen wordt. Dat is voor een totaalbedrag van een 52.000 euro. En hier vraag ik de goedkeuring voor. Kunnen we het goedkeuren, Mark? Dank u wel. Ja. Steven? Ja, zelf ook goed. Het laatste punt op onze agenda is het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Fenico voor het aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Simon? Dank u. We staan eigenlijk voor om een overheidsopdracht te voeren om de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk aan te stellen. We staan ook voor om dat te centraliseren en daarvoor eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Fenico, waarbij dat Fenico dan eigenlijk de raamovereenkomst zou afsluiten voor alle vennoten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke interne preventiedienst. De verder verloop van het geheel, dus met de selectie en gunningscriteria en ook de beoordeling van de offertes, zou gebeuren via een stuurgroep bestaande uit een deelnemer van elk van de vennoten. Dus graag uw goedkeuring voor die samenwerkingsovereenkomst. Vragen, bemerkingen? Ik dacht het niet, hè. Kunnen we het goedkeuren? Mark, Bart, Steven? Ja, zelf ook goed. Het is het einde van onze officiële agenda. We zijn al aanbeland aan onze bijkomende vragen, waarvan de eerste vraag gesteld door Katrien in verband met zwaar verkeer in de Warandestraat, Oostenstraat, Zalbeekstraat en de Baalbeekstraat. Katrien. Dank u wel, voorzitter. Reeds in de gemeenteraad van december 2023 werd het zwaar vrachtverkeer ter hoogte van de Warandestraat, Oostenstraat, Zalbeekstraat, Waalbeekstraat nogmaals aangekaart. Er werd toen meegedeeld dit te bespreken in de mobiliteitsraad en de omliggende gemeenten en het reglement zonale tonnagebeperking in de gemeenteraad van februari-maart ter goedkeuring voor te leggen. We zijn nu eind maart en toch staat dit nog niet op de gemeenteraad. Het zwaar verkeer werd nogmaals op verschillende tijdstippen nagegaan, 7:30, 12:00, 16:00 en deze bevestigt nogmaals hoe gevaarlijk deze situatie is. Niet alleen voor fietsers en schoolgaande jeugd die op dezelfde tijdstippen dit traject gebruiken, maar voor alle weggebruikers. Ik wil daarbij wel ook zeggen, het lokaal vrachtverkeer dient ten alle tijden mogelijk te zijn, maar dit mag niet als een sluipweg gebruikt worden. Mijn voorstel tot besluit is dan ook heel dringend met een oplossing te komen om deze verkeerssituatie veiliger te maken
en daar prioriteit aan te geven en niet te wachten totdat er een ongeval gebeurt. Ja, dank u wel, Katrien, voor uw vraag. Uw vraag naar de, laten we zeggen, de stand van zaken van het dringende dossier van de zonale tonnagebeperking. Dus zoals gezegd, kadert dat binnen een, ja, een globale zonale inrichting in drie zones ten zuiden van de N43. Dus niet enkel Marandestraat, Olsenestraat, Zoubikstraat en Waalstraat, dat is één van de zones. Maar daarnaast ook in Olsene, Machelen en dan het gebied ten noorden, laten we zeggen, van de Waregemstraat. Het dossier is op dit moment volledig voorbereid door onze mobiliteitsdienst. Dus alles is daar klaargemaakt. Het reglement staat ook klaar. Het is ook zo dat het een... en dat is een beetje in tegenstelling tot wat ik gezegd had in de vorige gemeenteraad. Dus het zal een aanvullend tijdelijk verkeersreglement zijn dat, zoals eigenlijk normaal bij alle verkeersreglementen, zal via het college genomen worden en dat dan nadien bij positieve evaluatie bestendigd zal worden door de gemeenteraad. Dus het reglement dat opgemaakt is ook door onze diensten staat volledig klaar. Onze technische uitvoeringsdienst is ook volledig op de hoogte van alle locaties waar die borden moeten komen. Het enigste is nu dat die procedure van de bestelling van de borden nu bezig is. Dus dat neemt toch een klein beetje tijd. Dus die borden worden besteld. Dus alle offertes zijn ondertussen ontvangen. En men heeft mij gezegd dus dat ook de levertermijn, een keer dat dat definitief besteld is, een 3 à 4 weken in beslag neemt. Dus in de loop van, laten we zeggen, nabestelling, 3 à 4 weken. Dus denk ik toch te mogen zeggen dat wij, laten we zeggen, in de loop van mei, eind mei, juni, dat die borden ter plaatse zullen staan. Zodanig dat we dat sluipverkeer, van dat zwaar sluipverkeer, dat we daar een antwoord kunnen aan geven. Dus we zijn ermee bezig. En we doen er alles aan om dat zo vlug mogelijk te laten van kracht gaan. Maar we zijn ook een beetje afhankelijk van de leverancier. Dus voor de zomervakantie gaat dat geregeld zijn? Dat is heel zeker de bedoeling. Oké. Dag, dat is dan goed nieuws hier voor de buurtbewoners. Dank u. Goed. Dan het volgende puntje op onze agenda in verband met een loslopen weide voor honden in onze deelgemeentes Olsene en Machelen, Katrien. Dank u, voorzitter. In de deelgemeente Zulte is er al een losloop weide voor honden. Voor bewoners die een appartement betrekken of een huis hebben met een kleine tuin, met weinig ruimte, en houder zijn van een hondje of hondjes, is het leuk dat ze hun dieren vrij kunnen loslaten op een weide of een stuk grond. Mijn voorstel is dan ook, net zoals in de andere deelgemeenten, ruimte te voorzien voor hondenliefhebbers om hun dieren de kans te geven vrij rond te kunnen lopen. Dank u wel, Katrien. Zoals dat je zelf waarschijnlijk wel weet, hebben wij in december ons meerjarenplan voorgesteld. En hebben we het daar ook al wel gehad over de hondenlosloopweide in Machelen. We hebben ook de grond kunnen verwerven in de Leihoekstraat, waar we dat gepland hebben. Alleen is de uitvoering daar, tot mijn eigen spijt, ook al wat langer op zich aan het wachten dan verwacht. Ze gingen er normaal vorige week donderdag aan beginnen, maar het was vrij sompig daar ook nog. Dus ik heb nu nog een keer navraag gedaan en in het beste geval beginnen ze deze week. Dus we hebben zeer spoedig een hondenweide in Machelen, waar dan mijn hond trouwens ook vrij graag een keer loskrost, alleen of met andere hond. Dus ik volg dat zeker volledig. Nu, wat Olsene betreft, hebben we recent een buurtbudget gehad van Olsene Noord, waar dat een van de inzendingen ook een hondenlosloopweide was. Dat punt heeft net niet gewonnen. Het school echt één stemmetje, dus dat was echt niet veel. Maar het is dus wel zo dat we voortgaan met het
allee, het winnende project. En dat is die een vlinder- en bijentuin in Olsne. En dat we die hondenlosloopeiden voorlopig niet gaan realiseren in Olsne. Ja, wat ik daarmee niet wil zeggen, dat ik er geen voorstander van ben. En als er een opportuniteit voordoet, dat we dat zeker niet voorbij gaan laten gaan. Hè. Maar er ligt nog heel veel op ons planning. Dus ik zou het fijn vinden dat we eerst kunnen afwerken waaraan dat we bezig zijn. En dat we de hondenweide zeker op een later moment een plekje kunnen geven in Olsne. Beetje jammer, omdat ik zelf van Olsne ben, maar zou er echt niets beschikbaar zijn dat je kunt aanspreken? Allee, ja. Ja, dan is dat een beetje een evenwicht voor iedereen. Ja, maar ik moet zeggen dat we voor de vlinder- en bijentuin zelf ook, zeker in die regio, wel al hebben moeten zoeken naar een stuk grond waar we het konden doen. Ja, je kunt natuurlijk als je iets tegenkomt om te verwerven, dan hebben we dat niet laten. Er zijn ook wel wat dingen in de toekomst die ons misschien wel wat meer mogelijkheden geven. Maar op vandaag is het niet zo evident. Je zou heel snel kunnen zeggen in het OC, ben daar ook met dat oog een keer naartoe gegaan, maar we zitten daar ook met een hoeker in. Van alles, van planten, niet zo evident. Dus ik houd zeker in mijn achterhoofd en van zodra dat we een kans hebben, dan ga ik die zeker niet laten schieten. Ja. Goed. Het volgende punt op onze agenda is een vraag in verband met de aanleg van hagen in de bejaardenwoningen aan de Sint-Pieterstraat. Dank u wel. Aan de bejaardenwoningen in de Sint-Pieterstraat werden onlangs nieuwe parkeerplaatsen en hagen aangebracht. Verfraaiing van de voortuinstroken is een goed idee, echter werd hierbij weinig of geen rekening gehouden met de wensen van de bewoners zelf. Voor de 15 bejaardenwoningen zijn er 8 parkeerplaatsen ingericht. 1 parkeerplaats dient dus zo goed als gedeeld te worden met 2 woningen. Wanneer de poetsvrouw, die al gauw voor 4 uur moet komen poetsen, of wanneer dat de dokter, de kinesist, de pedicure en het bezoek van de bewoners zelf langskomt, heb je al een groot probleem. De 5-tal parkeerplaatsen, dat zijn er eigenlijk 6, aan het ontmoetingscentrum Sint-Pieters worden gebruikt door de gebruikers van het zaaltje zelf. Bij nieuwbouw van appartementen of een huis wordt een regel toegepast van 1,3, moet dat eigenlijk zijn, waarschijnlijk dan 1,5 parkeerplaats per entiteit. Deze regel is hier niet toegepast. Toekomstgericht zal de omvang van de hagen ook een probleem geven, want deze zullen verbreden en plaats innemen van de parkeerplaats. En we spreken dan nog niet van het onderhoud dat dit alles met zich meebrengt. Volgens de bewoners zelf laat ook het groenonderhoud nu al vaak de wensen over. Dus mijn voorstel tot besluit is dan ook, want ik had daarbij horende foto's bij, dat je een duidelijk zicht had hoeveel ruimte er nog over is, maar waar dat er nu nieuwe hagen zijn gepland. Ja. Bij het vrachtverkeer ook, zijn al de foto's zijn doorgestuurd. Dus de parkeerplaatsen bijcreëren, zou ik voorstellen, gezien de ontoereikbaarheid en de voortuin opnieuw herinrichten, die eigenlijk jammer is, want nu is het aangelegd, want er is ruimte genoeg om meer parkeerplaatsen te voorzien. Dank u wel, Katrien. Ik ben wel een beetje verrast van uw vraag van meer parkeerplaatsen in de voortuin. Wij hebben in de zone waar er geen parkeerplaatsen lagen, hebben wij extra parkeerplaatsen in de voortuinstrook of langs de zoomweg aangelegd. Heel veel problemen met parkeren is er daar niet. Wat er wel was, dat er op 2-3 woningen voor de deur geparkeerd werd voor de deur door het gras gereden met 1 of 2 auto's. Nu, daarom hebben we aan elk paadje, en het waren er 4 en 3 hadden er een parkeerplaats, we hebben aan dat 4e paadje ook grasdallen gelegd om te kunnen parkeren. Dus ik passeer daar geregeld. Ik zie daar weinig probleem qua parkeerprobleem. Nu, wetende ook dat eigenlijk alle auto's op de baan mogen staan. Er staat geen witte lijn. Dus eigenlijk mag iedereen daar correct, veilig op de weg staan. Dus zie ik helemaal niet in waarom we nog extra parkeerplaatsen zouden moeten creëren. Plus ook het feit dat die graag ook wel een veilig en een goed structuur heeft voor de mensen als ze een keer buiten lopen, dat daar niet plots een auto of een brommer passeert als ze aan het stappen zijn.
Nu, wat je vertelt van die groenonderhoud, dat doet mij echt wel een beetje pijn. Het zijn net die mensen van Demival die daar op heel geregelde tijd gaan onderhouden. Het is op hun vraag dat wij die grote massieve hagen hebben weggedaan, omdat dat moeilijk te onderhouden was. Maar eerlijk gezegd, ik passeer daar dikwijls, het was echt wel in orde. Ik vind het wel spijtig. Het is heel in orde, dat zeg ik niet. En ze heeft erbij nu al vaak de wensen over. Het groen onderhoud... Ja, die hagen stond er dan nog niet. Nee. Ik bedoel, het gaat over het gras, over het onkruid, over de een paar bloemen die daar staan. Allee, ja. De bewoners zelf kunnen toch wel zeggen wat dat is, Sophie. Ja. Ja. Hij kan passeren, maar de mensen wonen daar. Ik heb de mensen geconsulteerd. Ja, ik ook. Ik heb ze geconsulteerd en ze hebben mij dat gezegd van die parkeerplaatsen. En die hagen, dat is heel mooi, maar ten koste van mensen die op bezoek komen, gaan zeker de auto op de straat moeten zetten. Ja, dus, maar ze zeggen ook... Dat is de bedoeling. Als je niet zo mobiel bent, eruit gaan, staat midden op de weg. Hè. Ja. Maar dat kan toch het grote probleem niet zijn. Hè? Wat vind je nu zelf? Rijd jij mij door bij iemand in een voortuin tot aan de voordeur? Ik parkeer mij op de parkeerplaats. Ah, ja, dat vind ik maar normaal. En daar zag je te pas en non-pas gewoon de sporen. Ik vind persoonlijk ook het ondankbaarheid van de mensen in de groendienst doen. Maar gewoon door het gras, sporen... Ik vind dat jammer. Dat kan ook niet, dat weet ik. Dat was ook zo, hè, Katrien. Dat weet ik. Ik denk dat jij dat even goed weet als mij, dat zo was. Dat was inderdaad zo. Ja. Maar als de parkeerplaatsen zijn, gaan ze niet op het gras gaan staan. Hè. Goed, oké. Okay. Het zijn wat wensen van de mensen dat ik doorgeef. Ja, okay. Goed, de parkeerplaatsen waren vrij en de auto's stonden aan de voordeur. Maar wat. Goed, ik denk dat we daar iets moois gerealiseerd hebben. Ik denk dat je gerust mocht meegeven. Ik zal nog een keer aan Veerle vragen dat ze een brief stuurt naar de mensen dat ze effectief ook op de weg mogen staan. Want dat is daar veilig. Dat weten ze zo. Dat weten ze zo. Oké. Ja, maar dat is ook niet veilig voor hen. Ja, ze moeten uitstappen en al rollator en wat weet ik allemaal. Uitstappen... Het is wel juist dat doelpubliek die daar woont. Hè. Ja. Uitstappen hoe dichter dan ze kunnen parkeren, hoe veiliger voor hen eigenlijk. Oké, maar ik denk dat... ik heb al signalen ook, en ook van deze waar dat u het signaal gehad hebt, dat ze wel content zijn en blij zijn dat het heel proper is en dat het nu mooi is aangelegd. Dus, en dat ze een klein beetje verder gaan moeten stappen. Ja. Oké. Elk zijn visie heeft. Dat is goed. Lieven, jij was eerst. Oei, pardon. Een keer een vraagje, maar tezij dat ik het verkeerd begreep, maar ik dacht dat Katrien foto's meestuurde. Ja, maar dat is niet de eerste keer dat wij foto's meesturen en die niet getoond worden. De vorige keer, je hebt je al iedere keer verexcuseerd en de vorige keer... Ik ging mij deze keer niet verexcuseren. Ik heb snel een keer gekeken in mijn inbox. Bij mij weten, Katrien, heb je die mail waarschijnlijk wel naar de algemeen directeur gestuurd. Stond ik in kopie van die mail? Ja. Ik ben geen persoon die een fetischist ben van een reglement, maar het staat ten eerste wel in het reglement. En indien ik de foto's niet krijg, kan ik ze ook niet toevoegen aan een presentatie. Dat kan je mij denk ik niet kwalijk nemen. Ja, ik geloof. Er staan te veel microfoons aan. Mag ik je vragen, maakt u deze presentatie? Ik maak deze presentatie. U maakt deze presentatie? Dus ik, dat wordt... Olivier Peers, maak deze presentatie. Dus de voorzitter maakt de presentatie van de gemeenteraad? De voorzitter maakt de presentatie van de gemeenteraad. Dat is zeer bijzonder. Maar dat was al zo'n tijdje zo, hè? Ja. Vooral duidelijkheid, want eerlijk gezegd, Olivier, ik dacht dat de agendapunten, de bijkomende agendapunten, ik stuur die enkel en alleen naar de directeurs, omdat er in het verleden, bij mij weten, gezegd geweest is dat dat voldoende was. Vroeger stuurde ik dat inderdaad ook naar de voorzitter. Goed. Ik weet het niet zeker, dat ik die foto's deze keer niet heb gekregen. Voilà.
Karen heeft mij geantwoord. Ja, ja, Karen naar ons. Ja, zijn orde. Ze zijn zeker toegekomen op het gemeentehuis. Ik zeg dat niet, maar ik persoonlijk heb ze waarschijnlijk niet gekregen. Waarschijnlijk. Voor alle duidelijkheid, in de toekomst sturen wij onze agendapunten CC naar u. Altijd beter. Oké, okay. Ja, goed. Mag ik ook een keer iets vragen? Dus die bijkomende agendapunten, lees jij die dan ook? Want tussen naaksters staat er plus foto's. Ja, ik... Vraag niet bijgesteld. Waar zijn die foto's? Ja, ik zal het zeker nog een keer bekijken in detail. Juist een duidelijk beeld, hoeveel... Allee, elkeen aan deze taal kan de situatie... Maar tegemoet komen aan mensen om het een gemakkelijker te maken, nee? Ja. Maar ik denk niet dat ik er belachelijk over doe. We zetten misschien de microfoon aan, lief. Ik heb zelf al verschillende bijkomende punten gegeven waarbij je het juiste punt kunt stellen met een foto dat je tunt. En als die foto toch niet getunt wordt, staat er wel lekker te kijken. Hè? Allee, met alle respect, Philippe, maar de reactie vind ik echt ongepast. Hè? Als het reglement zegt dat je dat voorzitter moet sturen, moet je dat voorzitter. Dat is reglementitisch toch eigenlijk. En als je een punt hebt waarbij je een foto duidelijk stelt, er is een foto in bijlage en die wordt toch niet getunt, dan vraag ik me af, hoe wordt dat voorbereid eigenlijk? Je maakt ons gewoon belachelijk, hè? En nu ga je het nog een keer gaan minimaliseren. Ook. Sorry, maar dat vind ik echt onterecht, dat vind ik echt niet kunnen. Dat, hè. Heet je al verexcuseerd vroeger, na 2 of 3 keer dat ik een punt bijgemaakt dat er geen foto bij zat. En nu zelfs wordt, komt er zelfs geen excuses niet meer. Ja, maar, hey, dan vraag ik me af eigenlijk, wat mijn wonder heeft dan eigenlijk nog eens doen als aan deze kant van de tafel. Met alle respect, maar hey, Katrien heeft dat punt hier voorbereid. Ze schrijft er nog een of wat dan ook. Er komt hier van hier niks van excuses. Dat is toch niet meer normaal? Dan zijn we hier maar niet snuttend in hier zitten. Ik begrijp dat echt niet, hè, voorzitter. Het is niet dat ik me niet wil excuseren, maar ik ga me toch ook maar excuseren een keer dat ik een volle zicht heb op de feiten. Hè. Ja. Maar Olivier, dat is nu ook het eerste dat ik hoor dat wij moeten naar u sturen. Allee, ja, ik maar al 5:30 en dat is het eerste dat ik hier hoor. Ja. Nu. Alle punten die zijn... En nu een beetje kleingeestig zitten doen. Ja, je hebt die fotootjes niet naar mij gestuurd. Ik vind bovendien zeer bijzonder dat de voorzitter de presentatie voor de gemeenteraad maakt. Ik vind dat zeer bijzonder. Ik vind dat zeer bijzonder. Goed. Kunnen we... Wart. Ja. Naar u sturen. Ik denk dat het reglement stelt dat je ze stuurt naar de algemeen directeur en naar mezelf. Dus geliefde... We gaan dan nakijken. Bart. Ja, ik heb ergens een verleden als voorzitter. Ik heb inderdaad wel wat tijd gesleten aan het maken van die PowerPoint van bij de gemeenteraad. Ik heb ook al een paar keer opgewezen van kijk, we hebben hier de aanwezigheid van een beamer, waarom gebruik ik het zo weinig? Dat heeft misschien wel mijn didactische achtergrond te maken. Maar ik kan wel niet onder stoel of bank steken dat ik mij ook hier meer en meer gefrustreerd ben te voelen. Want vorige zitting was het nog maar dat ik hier ook een punt had voorbereid. En tijdens het punt dan moest ontdekken dat de cijfers die ik had doorgekregen van jullie, dat die verkeerd waren. Dus allee, ik heb destijds ook al met de CD&V-fractie serieus discussies gehad als voorzitter. Omdat er moment zelf nog foto's waren ingediend. Ik heb dan ook voet bij stuk gehouden. Ik kan een deel meegaan in de verklaring van de voorzitter van kijk, ik heb geen foto's gekregen, dus ik kan ze er niet insteken. Maar ik kan niet ontkennen dat ik toch wel voor een grote mate die frustratie ben te delen van oké, ik ben nogal nieuw in de oppositie. Ik ben er een beetje in geduwd. Maar het is niet zo plezant om... Ja, jullie zijn hier met veel. Er zijn er ook heel veel die hier eigenlijk niets doen. En of toch heel stil zijn op de... Sorry, Flip, ik heb mij inderdaad verkeerd uitgedrukt. Maar het zijn toch wel heel vaak dezelfde stem dat we hier horen. Hè? Ja, dat kan. En als wij dan ook nog zo... Ja, sorry, je hebt de verkeerde cijfers. Sorry, we zijn een foto vergeten.
ja, dan is het inderdaad voor ons wel een beetje 1,5 frustratie hier. Dat wou ik nog kwijt. Ja, Simon. Nee, ik heb alle begrip voor alle frustraties van u, lieven, van u, Bart, van u, Katrien. Ik heb alle begrip voor alle frustraties. En wat dat niet goed is, moeten we toegeven dat het niet goed is en dat beter kan. Maar het is niet omdat je je gefrustreerd voelt dat je moet beginnen mensen uitmaken. Dat wil ik wel duidelijk zeggen, Bart. Met alle respect, wie heb ik hier uitgemaakt? Ik heb gezegd dat we hier vaak dezelfde stem horen. Is dat al beledigend? Ja, we gaan dit punt afsluiten, zeker. Ja, Henk, voilà. Allee, uiteindelijk, Bart heeft gezegd, degene die niets doen, iemand die zich daarvoor aangesproken voelt, die moet dat voor zichzelf. Bart heeft hier niemand gezegd, jij doet niks, jij doet niks, jij doet niets. Degene die zich daarvoor aangesproken voelen, dat is voor hun rekening uiteindelijk. Allee, bedoel, hij heeft niemand gezegd, jij of jij of jij. Degene die reageren, die vinden van, oké, dat is tegen... Dat Bart misschien een beetje gelijk heeft dan, of dat men zich daarvoor aangesproken voelt, maar dat is ieder voor zijn rekening. Dus, Ja, Philippe als eerst. Maar, ik zou daar toch een keer wel in op tussen komen. Mark heeft in der tijd gevraagd voor een beetje meer ten opzichte van elkaar, een beetje meer respect te hebben. Ik vraag dat nog een keer aan allemaal. Heb toch een beetje respect voor elkaar, hè? Allee, we zijn hier in geen kindertuin, is hè? Sanja? Ik wil toch nog een keer een kleinheid aan toevoegen. Die heeft hier niet veel zin van er heel hard op te discussiëren. Bij mijn weten is er een aantal jaren geleden geopperd geweest dat wij als oppositie enkel ons punten hoefden door te sturen naar de directeurs. We hebben dat sindsdien altijd op die manier gedaan. Ik denk dat ik al meer of genoeg punten doorgestuurd heb en altijd naar de directeur. Is afgeschaft, vroeger stuurde ik dat naar Frankie. Hè? Dus op een gegeven moment heeft dat een einde genomen. En plotseling wordt er hier gepraat over reglement. Goed, als dat reglement er is en dat moet gevolgd worden, dan gaan we dat vanaf heden volgen. Maar het mag niet zijn het reglement dus van we gaan er vanaf stappen en plotseling dan terugkoppelen. Ja, maar eigenlijk is het toch wel geldig. Philippe, dat is een klein beetje, dat is een beetje fout. Dat vind ik niet correct. En dat gaan we niet over respecteren of niet respecteren. Ofwel, er is er klare wijn in te schenken. Ofwel zeggen we, het reglement is, het wordt gestuurd naar de directeur, het wordt gestuurd naar de voorzitter en daarmee is alles afgehandeld. En we gaan er ons ook allemaal naar schikken, van de eerste tot de laatste, geen enkel probleem. Tanja? Ik ga nog een keer terugkomen, Katrien, op de parkeerplaatsen daar. Maar aan het zaaltje is er altijd plaats. Dus de mensen... Maar als er niets te doen is... Verven die mensen. Het is morgens niets te doen. Het is niet altijd iets te doen. Hè. Het is maar donderdag iets te doen, en dinsdag iets te doen en de vrijdag iets te doen. Dus hebben ze wel genoeg plaats daar op de parking... die acht plaatsen, maar het is ook van ver te... Of de pedicure die komt, maar dat niet doen. Ja, ik weet het niet. Steven, wou jij nog iets toevoegen aan... Nee? Er was ook twee bijhoor. De leden werd te verzacht met de Dat klopt, Katrien. Wij hebben dat een week de dienst boven. Wij zijn terug aan het zoeken. We hebben nog verder met de handen in het haar van... wij weten echt niet waar de oorzaak doorgegaan. Ze hebben alles geïnspecteerd. Ja. 1 april, maar ik zie nu dat de VARIS niet kan. Dus het zal kort daarna zijn dat we met alle partijen langs gaan. En, welke tervuurke er ook... daar zijn nu zowel Solva, Kruisem, Zulte als Vinico bezig met een onderzoek waar het de huur of de klacht, de ginder vandaan komt. Nu, de persoon ervan is ervan op de hoogte. En mocht er daar een besluit zijn van waar de oorzaak komt en of er mogelijk een correlatie is van het een met het ander, zal de persoon zeker op de hoogte gebracht worden. Maar daar komt en de persoon is ook een buren ook geweest, die ruiken niets. Allee, ik ben ter plaatse geruikt. Ben je al een keer binnen geweest? Ja. Ah, ja. En heb je wat geroken? Die antiheurmachine. Ja, die antiheurmachine. Ze hebben ook een systeem. Mochten ze een...
Ja, ik ben binnen geweest en kwestie zal op de hoogte gebracht worden. Hè. Ah ja, maar... Ja. En die geur van in Kruis-Oudhem komt overeen met die geur... Nee, tot... Ah ja, ik zeg het. Geur en geurhinder, dat is voor iedereen verschillend. Hè. En dat is... Ah ja, dat is van de klacht van de persoon. Mm. Dus ik stuur elke keer, niet één keer, maar... Die vrouw. ...te controleren. Dus dat zullen ze ook... En laten doen. Dat dan een keer weten ook? Ja, dat ja. Zullen ze, ja. Maar nu, allee, nu van ons? Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dank u. Goed. Ja, Steven, eventueel nog iets? Ik had misschien nog één vraagje. Aanzien dat ze daar in de karreweg wel aan het zoeken zijn, blijkbaar. Ja. Maar zoeken ze dan ook op de momenten waar dat uiteindelijk wordt waargenomen? Ja, ja. Op vrijdag en zaterdag? Ze... Niet alleen vrijdag en zaterdag, ze zijn eigenlijk gewoon alle putten van de... Ja. Goed. Goed. Ja, volgende punt aangebracht door Mark de Vlieger. In verband met een ongeval van aan de spoorweg overhangen Zouwijkstraat. Mark. Ja, het is een beetje bizar misschien dat ik dat hier aankaart, maar goed, er is een bijna of een ongeval gebeurd op grondgebied Zulte. Die dag hadden we ook al beelden gezien van in Wetteren, de vrouw met de kinderwagen en een beetje nadien een brommer. En ik maakte mij toch de bedenking, ik ging het terug in de tijd en ondertussen gaat dat alsmaar verder, tot mijn verwondering. En ik stelde vast, als ik jonge gast was en toen er nog een beetje ontzag was voor de gestelde lichamen, zoals het heet, en de treinen aan 80, 90 per uur reden, waren er slagbomen over de volledige breedte van de weg. Nu dat de discipline een heel stukje afgezwakt is en dat de treinen 50% sneller reden, hebben ze ondertussen overal halve slagbomen gemonteerd. En als ik dan lees in de krant dat Infrabel... dat zij met de handen in het haar zitten, dat zij niet weten hoe zij dat probleem moeten aanpakken. Goed, als er een opening gecreëerd wordt, zullen er altijd mensen tussen glippen, gelijk dat we de beelden zien. Ik denk van al de filmpjes die er te zien zijn op televisie, dat er 9 op de 10 zijn waarbij dat er geslalomd wordt. Dan stel ik mij een vraag, waarom zouden wij als gemeente de vraag niet stellen aan Infrabel om terug volle slagbomen te monteren. En eigenlijk zou het moeten kunnen zeggen, dat kan eigenlijk heel goedkoop gebeuren. Want uiteindelijk, maar ik weet niet hoe je eerst de vraag stellen, is er al verder antwoord gekomen op de overwegen. Het is te zeggen Postgodenstraat, Bokstraat, Nachtegaalstraat. Maar goed, mag mij daar onmiddellijk op antwoorden. Maar men kan, als men die afsluit... kan men daar eigenlijk installaties recupereren om de rest van de nog niet of van de andere spoorwegovergangen aan te vullen en op die manier toch een stuk te verbeteren. Dat was eigenlijk hier toch mijn betoog. Dank u, Mark. Om misschien eerst op uw specifieke vragen te antwoorden wat betreft Posthoornstraat en Bokstraat is er eigenlijk geen verder nieuws. De woonzaal. Wat betreft uw algemene vraag, ik kan ze persoonlijk wel ook ergens begrijpen als ik ze las. We hebben natuurlijk ook al wat informatie opgevraagd bij Infrabel, maar je kunt dat wel terugvinden. En eigenlijk is hun antwoord zeer eenvoudig, hè. Wat meer aan de orde is. De grootste reden daarvoor is eigenlijk de veiligheid, waarbij dat de redenering is dat men... bestuurders die zich per ongeluk op de overweg begeven en die zich op de overweg bieden. Daarnaast is het ook zo dat op die manier de hulpdiensten nog de mogelijkheid hebben om in nood te laveren over de gesloten overweg. Dus dat is eigenlijk een algemene regel in België, laat ons zeggen, niet in Zulte. Die zij ook vorige week nog nationaal gecommuniceerd hebben naar aanleiding van, van de beelden van Wetteren. Dus ik denk dat we daar ook akte moeten van nemen. Ik wil die vraag nog een keer formeel stellen, maar dat zal ook het antwoord zijn dat we daarop gaan krijgen. Door het is natuurlijk een gemeente zijn
dat we niets in beweging kunnen zetten. Nee, neem de tarieven van de elektriciteit, die zijn ondertussen vlekloos aangepast. Allee, dat dan niet, maar het is toch ter orde gekomen. Oké. Okay. Vandaar toch, ik wou dat toch wel, ik wou dat niet aan ons laten voorbijgaan. Goed, ja. De Zuibigstraat was trouwens ook een die zou afgeschaft worden, met dat er een fietstunnel zou ergens gerealiseerd worden. Komt dan bijvoorbeeld in een stroomversnelling mee dat er door een accident gebeurd is? Of, allez, het is natuurlijk wel kortbij, het waarschijnlijk nog niet uitbreidt te krijgen, maar misschien wel. Vandaar eigenlijk mijn vraag. Eigenlijk, stel dat, zoals ik de vorige keer ook zei, als die afgesloten wordt, als je probleem is voor verkeer ook opgelost. Ja, dat is correct. Dus... men is technisch de tunnel aan het ontwerpen. Er zijn wel wat uitdagingen, ook rond waterbeheersing en dergelijke meer. Maar men is infrabouwwerk dat ontwerp uit, dus dat is de bedoeling om die te realiseren. Ja. Ik kan er geen termijn op zetten, te meer omdat we ook niet de aanbestedende overheid zijn. Maar er zijn wel nog wat technische uitdagingen bij het ontwerpen. Ik zou ervan uitgaan dat er een stroomversnelling zou komen, vermits dat het er een acuut probleem geweest is. Ja. Men wil overal overwegen afschaffen, hè. Dus die kader er ook in. Ja. Nee, oké, merci. Wart? Het heeft niets met punten te maken, maar ik krijg berichten door dat de livestream soms wegvalt. Volgt de ICT-verantwoordelijke de zetting op of heeft hij gewoon de opstart meegevolgd? Alsjeblieft. We kunnen hem contacteren als er problemen zijn. Ja, blijkbaar valt het geluid weg of valt soms helemaal weg. Dat is bij ons ook bevestigd geweest, dat klopt. Wat een beetje vervelend is. Wat zijn die kleine dingen die voor de oppositie de communicatie zouden? Ik versta dat. Ja, maar ik versta dat wel, hè. Eigenlijk ook voor de burger die thuis zit, hè. De weinige mensen die dat dan volgen... Die haken af op den duur en die zeggen van god, het is weer van dat. Allee, en dat is een beetje triestig, onprofessioneel. En we hebben dat al zoveel keer aangehaald. En eigenlijk doet men daar bijna niets mee. Dat zal intern nog een keer goed bekeken worden. Hè. Well, Sylvie is voor ons stel ik even gaan bellen, dus we zullen even... wachten. In de maand is er gemeenteraad. Is dat nu echt te veel gevraagd dat voor die ene keer in de maand er voldoende assistentie is om te zorgen om eigenlijk te vermijden dat dit gebeurt? Men weet dat er blijkbaar onstabiliteit is, want het is iedere keer weer wat anders. Allee, dat is eigenlijk niet meer fijn en dat is eigenlijk een bestuur als het ons onwaardig. Ik hoop dat jullie daar nu een keer les mee trekken. Allee, dat is hier geen kluchtshow of dat is hier geen... Verulder is dat misschien... Allee, ja, we gaan een keer naar die gemeenteraad omdat het moet en voor de rest tarara. Dit is eigenlijk het belangrijkste orgaan van uw gemeente. Hier worden eigenlijk de beslissingen die het beleid uiteindelijk... bepalen, hier worden ze uiteindelijk genomen. Niet in een college, want dat is een uitvoerend bestuur, maar hier in de gemeenteraad. En het feit dat jullie daar zo weinig effort in steken om dat eigenlijk te verzekeren naar ons toe als oppositie, maar ook naar de burger toe, allee, dat getuigt eigenlijk van een houding.
Maar er worden geen notulen genomen, hè. En die bij verder doen, worden geen notulen genomen. Dus ja, dat gaan we wel niet doen, hè. Goed, dan gaan we over naar het volgende punt van Mark in verband met ja, het stukje overweg tussen de voetweg en het asfaltstrook in de Haverweg. En er is... Ja, ja er is wel. Ja. Dat is goed, voorzitter. We zijn goed bezig. Het gaat hem over de Haverweg, dus als je vanuit de Molenkuiterstraat komt en je rijdt de Haverweg in, op een gegeven moment gaat dat over in een dolomiet, voetwegel, kerkwegel. Maar er is er ondertussen op het einde aan de overgang, is er dan nogal vrij veel gemanoeuvreer van mensen die hun oprit oprijden. En met de gevallen regen is er echt een modderpoel. Er zijn al verschillende mensen, passanten, die mij erover aangesproken hebben. Bij deze wou ik dat toch een keer aankaarten, in hoeverre dat de gemeente daar iets kan voordoen. Want ik weet niet op wiens eigendom, als dat openbaar is of hoe dat... Ik heb er niet direct een zicht op. Vandaar dat ik een beetje in de voorwaardelijke zin spreek. Ja. Goed, Mark. Uw vraag is terecht in tweeërlei. Het is een modderpoel, maar het is maar enkele tijd van ons. Vroeger, de asfalt stopt aan Arlet. En tot daar was het openbaar. Dat stukje is eigenlijk door de verkaveling van achterliggend lot bij ons gekomen. Ik ga dat zeker bespreken met de dienst, wat we daar nu kunnen aan doen. Maar zoals je zelf zegt, het is ten eerste door manoeuvreer van de aanleg in slechte periode van de woning en ook van de persoon die met de vrachtwagen rijdt. We gaan kijken op welke manier dat we dat best kunnen verbeteren. Voornamelijk als het donker is en mensen, ja. Ja, dat is dan nog een keer risico erbij. Ja, klopt. Oké, dank u. Ja. Volgende punt, aangebracht door CD&V samen met de N-VA, in verband met stockageplaatsen voor onze Zultse verenigingen. Voorstel, Bart, dat jij spreekt voor de Hanse Groep. Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Het is naar aanleiding van een recente Facebookbericht van de vereniging, die dringend op zoek was naar een opslagruimte voor hun materiaal. En dat is geen nieuwe noodkreet. We hebben dat helaas al uit verschillende hoeken, niet alleen via sociale media, ook via persoonlijke contacten, al gemerkt dat bij verenigingen de problematiek om hun materiaal kwijt te raken steeds nijpender wordt. Vroeger, ik heb daar zelf ook ervaring mee in de jeugdbeweging, was het makkelijk. Ik kende wel iemand die nog een oude, ongebruikte schuur had liggen, waar wel in een ander kon geplaatst worden. Soms werden die ruimtes gedeeld. Maar helaas worden die schaarser en schaarser. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Ik merk ook trouwens dat buurgemeentes zelfs al blijkbaar... ik had een voorbeeld van Anzenhem gevonden, die dus voor verenigingen de mogelijkheden aanbieden om volumes ruimte te gaan huren, om dus een materiaal in te gaan stockeren. Maar ja, dat is natuurlijk iets wat niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. En daarom willen wij als CD&V en N-VA-fractie voorstellen om op korte termijn toch al een oplossing te gaan zoeken. En dit bij de loods van de technische dienst. Om daar voor verenigingen die nu echt in de problemen komen, om toch even op te vangen. En dan dit toch zeker mee op te nemen met het oog op de volgende bestuursperiode. Om wel een meer duurzame oplossing uit te werken. Dank u wel, Wart, voor uw vraag. Inderdaad, we hebben ook dat bericht zien passeren, dat bericht dat u aanhaalt.
Het is wel zo dat er, eigenlijk als ik op korte termijn mag spreken, dat we ook al eerder meldingen hadden ontvangen van de vereniging in kwestie na het organiseren van hun activiteiten in september. Toen was er eigenlijk ook al een probleem naar stockage toe, specifiek van een tweetal opleggers, vrij groot, meters hoog eigenlijk, gestapeld dus materiaal op opleggers, waar men vroeger altijd de mogelijkheid had om die te stockeren bij familie in een schuur, in een loods die meer gebruikt werd. Nu, wat hebben wij dan op korte termijn dan als oplossing aangeboden? Dus dat was dat er een plaats ter beschikking gesteld geweest is op een afgesloten gedeelte van het terrein van de gemeentelijke loods in de Posthoornstraat, dus niet in de loods zelf. Want de loods is ook niet oneindig groot om dat materiaal te zetten. Het is echt enorm veel materiaal, enorm hoog materiaal. Ik schat zelfs een drie, viertal meter hoog. Dus het is niet zo gemakkelijk om op korte termijn zomaar een loods ter beschikking te stellen. Maar toch op korte termijn hebben we die verenigingen toch uit de nood kunnen helpen op een afgesloten gedeelte van het terrein van de loods in de Posthorenstraat. Nu, voor een langere termijn oplossing. Het is zo dat ik wel verneem dat de vereniging na de oproep die gelanceerd geweest is vorige week, dat er ook een aanbod is geweest van enkele nieuwe locaties. Heeft toch een bepaald resultaat gegeven. Maar dat is natuurlijk nog niet zeker op dit moment of dat iets concreet zal worden. Of dat er zal voor zorgen dat er ook een degelijke en een goede stockageplaats zal gevonden worden. Neemt dus niet weg dat de vaststelling blijft dat het moeilijker en moeilijker wordt voor de verenigingen om bij externe personen voldoende stockageruimte te vinden, waar dat vroeger eigenlijk geen enkel probleem was. En waar we in het verleden eigenlijk als gemeente altijd gezegd hebben, we gaan ons concentreren op goede en ook gratis gemeentelijke accommodatie, om dat aan te bieden, denk ik dat we meer en meer ook het aanvoelen hebben dat we in de toekomst ook op zoek zullen moeten gaan als gemeente naar een permanente en een meer duurzame oplossing voor de stockage van de materialen. Daar zijn we ondertussen ook al mee bezig. Momenteel hebben we niet echt veel stockageruimte in ons eigen patrimonium. De enige mogelijkheid op dit moment is die loods, zoals gezegd, waar het eigenlijk niet zo altijd mogelijk is om die heel grote stukken te stockeren. Maar we trachten dan voor een tijdelijke oplossing te zorgen en dat hebben we dan ook gedaan. Dus maar we gaan op zoek, daar zijn we mee bezig, voor een meer permanente oplossing. Dat zal geen evidente oefening zijn, maar we gaan daar samen met de verenigingen aan werken, aan die zoektocht, om ervoor te zorgen dat die oplossing er komt. Dus dat is een beetje op korte termijn en op langere termijn het antwoord dat ik u wou geven. Bart, kunnen we iets mee? Ja, dank u wel voor uw reactie. Het is al sinds al goede zaken dat de vereniging in kwestie al geholpen is. Ik vraag me nog af, zijn er nog andere verenigingen die nu al door de gemeente gedeponeerd worden, of is dat eigenlijk het enige voorbeeld? Ja, het zijn bepaalde stukken van onze van de viertelaccommodatie, van de viertelsoet, dat zijn dan eigenlijk de viertelpoppen of de bepaalde materialen die gebruikt worden tijdens de viertelstoet, die worden daar gestockeerd. En nu ook het materiaal dat door Tobbedansen niet meer op een welbepaalde locatie kon gestockeerd worden, die heeft daar ook haar plaats gekregen. Dus dat zijn eigenlijk de twee, denk ik. Ja, maar dus vroeger was er ook nog zo'n houten vloer van de feest- en cultuurcomité's. Maar die is dan uiteindelijk vernietigd geweest omdat die toestand, dat slecht materiaal was geworden. Dus dat is uiteindelijk daar nu niet meer aanwezig.
Dus dat zijn de enigen die daar op dit moment stockeren. Maar ik zeg het, we voelen meer en meer aan door die vaststelling dat die schuren, die oude schuren en die oude opslagruimtes, ja, die plaatsen worden afgebroken, worden verkocht, worden verkaveld en die verdwijnen op een hoog tempo. Ja. En waar we die nood niet voelden, laten we zeggen 10 jaar geleden, voelen we die nood nu wel aan. En het is aan onze taak om daar op korte termijn iets aan te doen. En daar gaan we werk van maken, hè, samen met de verenigingen, om daar een antwoord op te geven. Het zij in eigen patrimonium, het zij, zoals gezegd, het huren van bepaalde ruimtes. Dus daar zijn we aan die zoektocht bezig, maar ja, dat is niet op één nacht gevonden. Hè. Maar dus de loods is op dit moment absoluut geen optie voor, mochten er nog noodgevallen zijn? Op dit moment is die... ik wil u gerust een keer een rondleiding geven. Ja, maar ik geloof je op uw woord. Site, dus dat wordt gebruikt door onze diensten. Dat is wel een loods die bruikbaar is en die heel wat materiaal kan stockeren. Maar veel bijkomend materiaal dat er dan ook nog, laten we zeggen, 11 maanden blijft staan, dan neemt enorm veel plaats in. En dat is geen oplossing op dit moment. Bouwt recht over het kasteel. Als je daar bedrijfsruimte bij creëert of bij gecreëerd wordt, kan je daar als gemeente geen stuk van huren, hoge staanplaatsen of zo. Dat, dus je wilt zeggen, de nieuwe bedrijfsterrein recht over het kasteel in Ossen langs N43, wil je zeggen? Ja. Dat is een patrimonium, dat niet van, het is dat ik zeg. Ik weet het, ja, okay. Dus je hebt, op dit moment, ja, dat is niet van ons. Dus je zou het kunnen zijn als gemeente, oké, we kopen daar een bepaalde loods in of we huren daar een bepaald gedeelte in. Dat is een beslissing die moet genomen worden. Hè. Maar in principe is dat een mogelijkheid. Ja. Ja, 10 jaar geleden was dat geen probleem. Als ik even ben gaan kijken in ons verkiezingsprogramma in 2012, was dat een effectief verkiezingspunt, een agendapunt van ons programma, om dit ook te realiseren. Dat was 2012. Dus dat probleem was er. Dat probleem was er toen. En dat is eigenlijk... We zijn nu 2024, dat is 12 jaar later. En dat is niet nu ene keer dat probleem. Dat is er één dat er eigenlijk al heel de tijd aanwezig is. En we moeten ons gewoon bewuster gaan zijn dat... verenigingen zijn zo waardevol... En het is zo moeilijk om mensen te vinden, sowieso al in al die verenigingen, om engagement op te nemen. Degenen die er dan toch zijn, ja, die worden dan door dat soort praktische problemen ook nog wel bemoeilijkt in hun werking. Vandaar, wat ons betreft, voor ons is dat... Het was in 2012 een verkiezingspunt. Het is er in 2018, was er opnieuw één in het programma. En het zal er voor ons opnieuw één zijn. Wat wij vooral een pleidooi willen houden, is dat daaromtrent engagementen genomen worden. Wat wij in ons programma zetten, dat willen wij ook uitgevoerd zien. Wat dat jullie doen, dat moeten jullie weten natuurlijk, ieder voor zich. Maar voor ons is dat een ontzettend, ontzettend belangrijk gegeven. En het is geen nieuw gegeven. Het stond in 2012 en in 2018 in ons verkiezingsprogramma. Dus die nood is er al de hele tijd... En daar is eigenlijk niks aan gedaan. Daar komt het min of meer op neer. Goed, dan gaan we over naar het laatste punt. Aangebracht door de N-VA-fractie in verband met een blijvende nood aan aangepaste online communicatie. Bart. Ja, dank u wel. Communicatie, we hebben het hier vanavond al uitgebreid over gehad. Maar hier... Merk ik vooral eigenlijk op online communicatie, dus de website, maar ook de vele online acties die er eigenlijk zijn van hogere overheden. En die ik eigenlijk niet altijd terugzie via de gemeentewebsite of de gemeentelijke informatieplatform. En zo zijn er bijvoorbeeld, ik had er zelf ook nog niet van gehoord, ik heb dat via iemand van ons bestuur leren kennen, ikzetermee.be. Rond mentale steun. Langs de andere kant had je ook het initiatief van de mooimakers. We doen al heel veel rond zwerfvuil. Maar dan is het een beetje raar dat er dan zo'n campagne van een hoger niveau, waar ook in geïnvesteerd wordt, waar ook vrij veel middelen naartoe gaan, dat die dan niet meer terugkomt in de gemeentelijke communicatie. Nu de website, ik heb er net ook al op zitten zakken, omdat ik dingen die ik in mijn mondelinge vraag wil aanhalen, niet direct terugvond.
Die is al grondig vernieuwd op initiatief ook van ons, toen wij mee in het bestuur zaten. Maar die vooruitgang in de website lijkt mij een beetje ook stilgevallen. Ook bijvoorbeeld, de site scoort blijkbaar heel slecht op vlak van leesbaarheid voor mensen met een beperking. Dus ja, mijn voorstel van besluit is dat er dringend weer moet ingezet worden op de toegankelijkheid van de gemeentelijke website, zodat elke inwoner toegang heeft tot die informatie en dat men voldoende aandacht moet besteden aan campagnes van de hogere overheden, zodat de vele investeringen, de centen van de inwoners die daarvoor gebruikt worden, dat die niet verdwijnen in de leegte. Dank u wel. Ja, dank u, Bart. Wat zijn ik twee delen van uw vraag, hè? Dus wat betreft leesbaarheid voor mensen met een beperking, is dat inderdaad een thema dat belangrijk is en dat er ook aan gewerkt wordt. In die zin, dat is ook al behandeld via de adviesraad voor mensen met een beperking. En onze dienst communicatie heeft al een aantal dingen daaromtrent voorbereid in samenwerking met de leverancier van onze website. En dat zijn een aantal dingen die de komende maanden zullen geïmplementeerd worden. Dat gaat onder andere over een applicatie, Reach Speaker, die toegevoegd kan worden. Dat gaat onder andere over schaalbare lettergrootte. En dat gaat ook over het voorzien van een beschrijvende zin, bijvoorbeeld bij een afbeelding die upload wordt. Dat zijn een aantal voorbeelden, zijn er nog andere. Maar die dingen zijn voorbereid om uit te voeren in de komende maanden. Dat wat betreft de leesbaarheid. Wat betreft de campagnes van hogere overheden kan ik u alleen een stuk volgen. Langs de andere kant moet ik ook zeggen dat er natuurlijk enorm veel binnenkomt, ook bij onze dienstcommunicatie. En ook van hogere overheden komt er enorm veel informatie naar de lokale besturen. En het is effectief wel zo dat wij ook wel een stuk keuze maken in communicatie, wat dan we doen, wat dan we niet doen. Om de eenvoudige reden dat je ook niet alles kunt doen, dat je capaciteit beperkt is. En het is effectief ook zo dat we in die keuze ook wel vaak gaan ons richten op gemeentelijke initiatieven en gemeentelijke communicatie. Bijvoorbeeld alles wat we doen rond onze bermmeesters en onze zwerveracties bijvoorbeeld in de gemeente. Dus allez, ik wil dat wel toelichten dat we niet overal opspringen, dat klopt. Maar ik denk dat ook niet goed zou zijn om overal op te springen. Wat betreft de twee voorbeelden die je aanhaalt, ikzitermee.be, ja, dat is vrij eenvoudig. De reden dat je daar zult niet terugvindt, is dat die website nog maar voor 3 regio's in Vlaanderen van toepassing is. En daar is de eerste lijnzone Schelderijen niet bij, maar dat wordt nu ook wel in onze eerste lijnzone voorbereid om in het najaar ook te implementeren. Wat betreft mooimakers, denk ik dat we iets meer kunnen doen dan nu. Maar zoals gezegd, richten we ons inderdaad eerder op de gemeentelijke initiatieven. Maar volg u wel dat we daar iets meer kunnen mee doen dan dat we op vandaag doen. En andere campagnes, ja, bekijken we eigenlijk altijd als ze binnenkomen. En maken we inderdaad wel keuzes waarbij dan we niet op alles springen. Dat klopt. Dank u wel voor uw reactie. Dat was waardevol. Maar ik vraag me af in hoeverre wordt het uitzicht van de site geëvalueerd of zijn daar... Is daar een systeem in van we volgen dat op in hoeverre dat mensen daar goed of minder goed mee overweg kunnen? Of wordt daar weinig bij stilgestaan? Dus heb je uw portaalsite, die is nu zo ingedeeld is, met links een kolom en dan een paar knoppen. Mm-hmm. En focusthema's. Is dat zoiets van, ja, dat ligt gewoon vast en voorlopig gaan we daar niet aankomen? Of wordt dat af en toe in vraag gesteld van, werkt dat nog goed? Vindt iedereen nog alles in terug? Ja, momenteel werken we met de site die opgestart is in 2019. Dus dat is een format van de leverancier die ook andere gemeenten gebruiken. Like Nazareth en Sint-Marslaten bijvoorbeeld. Dat weet ik nu per toeval zeker. Ja, dat is een vrij vast formaat. Ja, in de tevredenheidsmeting die toegelicht geweest is een tijdje geleden, werd er ook naar de website gepeild. Ik weet ze nu niet uit het hoofd. De resultaten, het kan altijd beter natuurlijk. Maar binnen het format dat we nu hebben, het leverancier dat we nu zitten, zullen we wel redelijk aan dat format vastzitten natuurlijk. Hè. Wat dan niet belet dat er daar kan over nagedacht worden, maar dat er beter kan. Hè. Goed,
Dan zijn we aanbeland op onze mondelinge vragen. De eerste vraag was van Henk, in verband met de parking van het Friesenhof. Henk. Ja, nu, blijkbaar is dat ook wel niets nieuws, maar het blijkt dat er toch wel heel wat putten liggen in de parking aan het Viertelhof, waar dat je die plastieke grasdallen hebt. Bij regenweer zou het daar veel water blijven staan. Daar zouden al een aantal mensen ook gevallen zijn, omdat die grasdallen, die plastieke dallen, bijzonder glad zijn. En met die putten daarbij. Vandaar is mijn vraag 1. Is daar al melding van gemaakt bij jullie of bij de gemeente? Zijn er al stappen ondernomen? En zo ja, welke? En mocht dat niet zo zijn, dan is onze vraag expliciet om dat toch zo snel mogelijk een keer aan te pakken. Ik veronderstel dat de mensen die dit melden dat eigenlijk wel zeer goed weten. En dat er daar inderdaad al mensen zijn gevallen en voeten zijn verstuikt. Vandaar mijn vraag. Voilà. Er zijn hier al nog niet zoveel enkele meldingen binnengekomen van gladde, voornamelijk de gladheid van die plastieken rasdallen. Nu, ik had het al besproken met het hoofd van dienst. Dat is niet zo evident om dat te herstellen. Je kunt dat niet herstellen. Dat is... Heraanleggen. Dus eigenlijk is dat een totale heraanlegging. Dus niet alleen de kant van het appartement, maar ook de kant van... het paadje zelf, dus dat is direct een groot werk dat we gaan bekijken met de diensten. Ja. En kan er tussentijds nu iets gedaan worden om toch op zijn minst te proberen dat de meest onveilige situatie die aangekaart wordt misschien wel kan, dat de putten gevuld worden? Die maar de putten zelf, dat valt nog mee. Het is gewoon voornamelijk die gladheid, het water dat blijft staan en die gladheid die het gevaar veroorzaakt voor de uitstappende mensen. Het is niet zo evident. Allee, die grasdalen... Ja, dat is een systematiek die niet zo... Dat is geen ideale uitvoering. Dat snap ik... Hetzelfde of in de Waalmeers. Dat snap ik ten zeerste, maar... Het is niet de beste. We moeten het wel aanpakken. Okay. Dank u wel. Ja. Ja, zeker. Ja, misschien bij aanvullen. Ik denk als je dat zou aanvullen met zeer kleine grind... En dat wat aanduwen, zodanig dat die in die kunststof vrij hoog. En als je dat aanvult met grind, dat je eigenlijk grind schuift niet, plastiek schuift wel. Allee, misschien gewoon even meenemen, technische dienst, dat misschien wel beter weet. Maar allee, ik denk spontaan aan dat als misschien een mogelijke oplossing. Ik ga het bekijken met... De enige oplossing is gewoon dat je inderdaad gelijk aanvult dat je grind wat hoger legt dan de plastiek, maar het op regelmatige basis de spoorvorming mogen even trekken. Dat is de enige oplossing dat er is. Bart, 4 vragen, startende met de Brugstraat. Ja, dank u wel. Ik werd gecontacteerd door mijn collega's van de N-VA van Deinzen. Dat er evolutie zit in dat dossier. Dus ik wou ook hier... de vraag ging ook in Deinzen gesteld worden, dus ik wou hem ook bijtreden met ook de vraag hier te stellen. In hoeverre dat er uitzicht is op beterschap om daar de verkeersveiligheid in de Brugstraat te verhogen. Ja, de evolutie is heel recent. Ik heb de schepen een keer goed aangesproken... heel kortlinks. En blijkbaar is de tekenaar van Stad Deinzen aan het tekenen gegaan. Dus het blijft nog maar bij tekenen. En hij heeft ons beloofd, maar onder voorbehoud, dat we tegen eind deze week wat meer info zouden hebben en dat we een keer zouden samenzitten. Dus het is een begin, maar er zijn heel wat mogelijke... problemen die ons pad nog zullen kruisen. Ondertussen is de regelgeving qua fietspaden een stuk verstrengd. Dus we gaan daar ergens moeten kijken, de Gouden Middenweg. Maar ik ga zeker Mark en u op de hoogte houden. Maar
Ik hoop tegen het eind van de week, en als het dan niet is, zal het na de paasvakantie zijn, dat we iets meer van info krijgen naar de tekening van hoe ze het fietspad gaan invullen. Steven? Ja. We zijn heel benieuwd naar het werk van die tekenaar. Misschien ook als die tekening er is, op de volgende commissievergadering dat bespreken. Klopt. Ja. Niet te doen, maar ik weet het. Maar ik heb vorige week... Katrien stond er waarschijnlijk bij. Ik heb vorige week tegen de schepen gezegd... Ik durf niet meer zeggen dat jullie... Welke job jullie doen, want ik had iets erbij. Dus ik... Een 80ste verjaardag dat je dat gaat openen. En hoe oud zit je nu? Ik ben 12 jaar in Sofie. Oeh, ja. Toen zit ik hier niet meer. Nee, het is echt beschamend. Ik heb hem ook gezegd, ik had er niet was erbij. Het was beschamend om steeds te moeten de vinger wijzen naar hen, waar er eigenlijk niets gebeurd is. Hè. Ja, hè? Ik lieg niet, Katrien, je was erbij. Hè. Ja. Bart, Deelwaans. Ja, we hebben daar vorige zitting een vrij uitgebreid gesprek over gehad. En dan was er gezegd dat er op de site wel een getuigenis ging komen. Ik heb die getuigenis gezien. Dat was van Wannes en Ellen, die heel blij zijn met een deelauto. Dus aan enthousiasme was er geen gebrek, waar er wel enorm veel gebrek aan was. En dat was ook mijn concrete opmerking van concrete cijfers te krijgen. Er is geen enkel spoor van. Het is goedkoper, ze betalen minder, maar hoeveel minder? Ik had echt expliciet, toen ik het de vorige gemeenteraad aanhaalde, gezegd van kijk, het zou toch een heel goede zaak zijn als mensen concreet zien van die verplaatsing vanuit Zulte kost mij zoveel. Er zijn verplaatsingen die als voorbeeld kunnen dienen. Een abonnement per maand kost ons zoveel, want ja, goedkoper, dat is wel een heel vaag begrip. Dus vandaar dat ik er graag nog eens op wou terugkomen met toch... mijn vraag te herhalen om mensen te voorzien in concrete voorbeelden. Maar alle begrip natuurlijk voor het enthousiasme van Wannes en Ellen. Ik ben blij dat zij blij zijn. Dank u wel, Bart, dat je voor dat facet van het bericht op onze website, dat je daar even enthousiast bent als die mensen. Maar ik begrijp uw bemerking, dus ik ga dat bespreken met de dienst mobiliteit, hoe dat we daar meer cijfermatig een meer uitgebreid antwoord kunnen opgeven, zodanig dat het voor de mensen nog duidelijker wordt dat het gebruik van een deelwagen interessant kan zijn. Dus ik ga dat met de dienst bespreken. Gevoelsmatig zeg ik, als je rijdt van punt A naar punt B, je doet er een boodschap en je komt terug. Oké, maar het is een moment dat je hem een dag moet stallen. He, dat hij een prijs oploopt, he, dat maakt het grote verschil. En dat is begrijpelijk, he, maar het is niet evident voor een wagen langs de kant te zetten, een deelwagen te gaan gebruiken. Als je thuis bent, is dat denk ik ideaal. Maar op het moment dat je dat nodig hebt voor je job of zo, dan gaat dat niet lukken. Het interessante is, in een situatie bijvoorbeeld waar dat op dit moment twee mensen een wagen hebben en waarbij dat de tweede wagen minder gebruikt wordt, dat ze op basis van het subsidiereglement dat er bestaat, het aanbod van de deelwagens die er zijn en die ook stelselmatig wordt uitgebreid, dat je daar als burger een keer nadenkt van ja, welke kosten heb ik nu voor die wagen die ik weinig gebruik, waar ik enkel mijn inkoop mee doe. Welke kosten heb ik daaraan en hoe interessant kan het zijn om ja, die kosten door de verkoop ervan te laten wegvallen en dan de abonnementen nemen. En inderdaad, die deelwagen is interessant op het moment dat je hem gebruikt voor van A naar B te gaan en dan eigenlijk onmiddellijk of na x aantal tijd, na niet te lang ergens te blijven, terug te keren. Maar dan kan je nog altijd die eerste wagen voor die meer uitgebreidere reizen of uitstappen gebruiken natuurlijk, hè. Ja, Simon. Well, ik kan misschien aanvullen. Het goede nieuws is zwart. Die voorbeelden zijn gemaakt. Dus die gaan op de website komen. Onze mobiliteitsdienst heeft die al voorbereid. Een boodschap in Waregem bijvoorbeeld. Hoeveel dat kost. Dus die zijn er. Die gaan rap op de website staan. Dus dat is goed. Wat ik wel ook wil zeggen, even een beetje in te pikken op Mark ook. Dat zijn natuurlijk ook maar een paar voorbeeldjes van verplaatsingen. Waarbij dat je weet van ja, als ik een keer
naar Waregem boodschappen ga doen, ga mij dat met die deelauto zoveel kosten. Wat Mark zegt, klopt wel. Allee, je moet eigenlijk uw leven integreren in zo'n systeem om te zien, is dat nu interessant voor mij of niet. Dus met die voorbeeldjes alleen gaat dat ook maar een bepaalde indicatie geven. Dat gaat ook niet alle informatie geven voor iemand die dat overweegt. Die moet eigenlijk echt kijken, ja, beroepsmatig, gezinsmatig, welke kosten heb ik nu, welke verplaatsingen doe ik, gaat dat interessant zijn of niet. Dat hadden we er ook nog niet mee weten. Ik wou dat gewoon een keer terzijde meegeven, maar ze zijn gemaakt. Ja, dank u, Simon. Fijn dat, dat er zo snel ook reactie komt. Maar ik snap ook wel dat dat niet heilig maken is. Die oplossing verwacht ook niet. Hè. Maar er is een groot verschil. Het is goedkoper dan iets concreets. Ik heb zelf ook al bekeken naar de impact op onze mobiliteit thuis. En inderdaad, iedereen gebruikt op een andere manier en op een ander moment de auto. Dus die voorbeelden zullen nooit krek dezelfde zijn als iemand die dan de site gaat raadplegen. Maar het is toch wel, denk ik, een veel duidelijkere aanzet dan gewoon wat dat er nu staat. Maar goed, ik ben heel enthousiast dat het er op korte termijn dus zal komen. Dus alleen maar hoera. Hè. Zit de Waalmeers? Ja, de Waalmeers. Twee opmerkingen. Het was zondag helaas weer... helaas... Een combinatie van voetbal en jeugdbeweging, dus er was veel volk op de site. Ik heb gezien dat er aan één kant van de inrit ondertussen al paaltjes zijn geplaatst. Waarvoor voor dank, meneer de Scheep. Aan de andere kant helaas nog niet, dus de inrit was alweer half links geblokkeerd. Maar de burgemeester was ook ter plaatse, dus die heeft mij al gezegd dat daar ook beterschap te verwachten is. Maar wat mij helaas nog iets meer begint te storen, is de staat van het gebouw zelf, van dan de Giro en de KSA. Er was een aantal weken terug was er voor de leden van de Giro Ouderdag. Ik heb twee meisjes in de Giro, dus ik was daar ook aanwezig. En dan heb ik gemerkt dat bij de deur van een lokaal op het gelijksvloers, dat je boven de deur gewoon naar de buitenlucht kijkt. Dus daar zit een opening van een aantal centimeter. Ik heb daar een foto van, ik heb die naar niemand doorgestuurd, dus... Maar ik ga die wel nog aan de schepen bezorgen. En als de voorzitter die wil, dan zal ik die met veel plezier ook aan hem bezorgen. Sorry, Olivier. Maar ja, ik vind het wel lastig, want ik had ondertussen ook al gehoord dat ze heel veel kosten hebben aan verwarming en dergelijke. En als je dan ziet ja, dat het gebouw bijna niet meer wint. Allee, wint echt, dat is een beetje overdreven. Maar ja, dat vind ik wel een beetje lastig, dat je langs de ene kant hoort dat ze, ja, dat ze het lastig hebben om die energiefactuur te betalen. Maar dan langs de andere kant ziet u dat het gebouw erbij is, dan heb ik het er wel een beetje moeilijk mee. Ja, dus misschien eerst in verband met de situatie op de parking. Een beetje een overzicht geven van hetgene dat er op stapel staat en wat er ondertussen al gebeurd is. Dus voor wat betreft de toegang tot de Waalmeers hebben we gezegd dat we dat... Dus we hebben dat eigenlijk overeengekomen ook na consultatie van de jeugdbeweging naar Jong Zulte. Hebben we dus beslist om die toegang van de Waalmeers toch wat meer vrij te houden, zodanig dat er daar gemakkelijk kan op- en afgereden worden en dat er daar niet zomaar geparkeerd wordt. Dus vandaar dat die paaltjes daar inderdaad langs de... als je oprijdt langs de linkerkant intussen al geplaatst zijn. Het is ook de bedoeling om langs de westelijke kant, dus langs de rechterkant, als je binnenrijdt, ook daar een veilige fietsdoorsteek richting de lokaal en de kantine te maken, waarbij dat we ja, de zwakke weggebruikers willen scheiden van het gemotoriseerd verkeer, om die conflicten daar te gaan vermijden. Dat is op dit moment nog niet gerealiseerd. Waarom? Omdat daar ook een vergunning voor nodig is. Dus dat moet nog klaargemaakt worden, dat dossier. Dus dat is een beetje de reden waarom dat er op dit moment langs de rechterkant nog geen fietsdoorsteek gemaakt is. Dan hebben we het eenrichtingsverkeer. Om een wat duidelijkere circulatie te hebben op de parking, zijn de borden intussen aangebracht. Ik weet niet of je dat opgemerkt hebt. Dus dat is in orde gebracht. Dan hebben we ook nog het fietsverkeer dat uit de richting van de Zonnelaan komt. Dus dat kwam, zoals je u wellicht herinnert, kwam eigenlijk op de parking terecht, waardoor dat eigenlijk een
ja, een conflict gaf met het gemotoriseerd verkeer. Dus om dat te vermijden, is het zo dat het struikgewas zal gesloten worden. Dus de haag zal toegemaakt worden. Dus daar zijn de voorbereidselen van getroffen. En ik ga ervan uit dat eerstdaags die struikjes zullen geplant worden. En dan is er ook het paaltje dat daar stond om eigenlijk te verhinderen dat mensen daar konden parkeren. Intussen ook weggenomen, wat dan gaat zorgen, een keer dat ja, die struikjes ook aangeplant zijn, dat daar ook één of twee extra parkeerplaatsen zullen zijn. En dan hebben we nog de toegang tot de lokalen zelf en de kantine. Dus daar is er, zoals dat ook bij het binnenrijden is van op de straat, een stilstaan en een parkeerverbod aangebracht met correcte signalisatie. Er moet er wel nog een onderbord aangebracht worden die in bestelling is, met de aanduiding dat het een brandweg is. En zoals je misschien nog ook al hebt opgemerkt, zijn daar ook ter hoogte van het brugje over de beek, zijn er ook twee nieuwe paaltjes geplaatst, waartussen dan ook een zo'n ketting kan worden gehangen, zodanig dat men daar zeker niet overrijdt en daar parkeert. Dus dat is een beetje de stand van zaken. Dus we werken daar verder aan die uitvoering, maar dus al heel wat punten zijn daar afgewerkt. Voor wat betreft het ontbreken van die, ja, van die vensterpartij, is het een breuk in de venster of een stuk wand die weg is? Nee, het is, blijkbaar de lijster zei dat ze een bepaald moment de deur hebben proberen te forceren om een of andere reden. Ik weet niet wie dat juist heeft gedaan, maar dus er is boven de deur ja, een ruimte ontstaan waardoor dat je de deur sluit niet meer aan of er is een stukje van het bovenpaneel van de deur weg. Ja. Dat weet ik niet juist, maar het is echt wel, het is al geen kier meer, het is echt wel een opening van een viervijftal centimeter waar je eigenlijk gewoon los door naar buiten kijkt. Dus dat lijkt me niet echt heel isolerend te zijn. Ja. Dus ik geef het onmiddellijk door. Is het mogelijk dat ze het al rechtstreeks doorgegeven hebben via de jeugddienst? Maar ik ga het vanavond nog een berichtje doorsturen, zodanig dat via jeugddienst en technische dienst dat het kan bekeken en hersteld worden zo rap mogelijk. En wil je de foto ook doorsturen eventueel? Dank u wel. Mag ik eens een keer inpikken op dat? Ik stel mij wel de vraag van dit weekend was het Zulte, Wort en Petegem. Dat is een naburige gemeente. Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn waarom dat er veel volk was. Is dat niet beter toen dat er een soort, op voorhand een soort reglement of iets dergelijks, of dat op voorhand kan bekeken worden naar matchen die niet eventueel risico zijn qua aantal bezoekers, dat er daar misschien iemand geposteerd wordt, of bedoel je dan of dat de politie er een neusje in bij komt en in toog houdt, of dat er toch iets gebeurt, of een betere samenspraak met de voetbal. Allee, ik vermoed dat niet iedere thuismatch is, ik vermoed dat alleen maar op een aantal specifieke matchen. Ik ga er zelf nu niet zoveel naartoe, maar ik weet wel dat Wort en Petegem was van het weekend. Dus ik denk dat dat misschien een directe link zal zijn met de vele auto's. En toen heb ik die vraag vroeger al gesteld. Kan er niet gekeken worden in de buurt dat er al een afspraak is van kijk, bij bepaalde matchen dat er veel bezoekers verwacht worden. Misschien een afspraak maken met terreinen die beschikbaar zijn in de buurt. Of, allee, ik weet niet of er verder bij gekeken, want dat is de keer niet dat we dat hier... Ja, dus jullie hebben er in dat overleg daar ook een beetje een overzicht gemaakt van het aantal keer. Dus volgens de uitleg daar is dat een vijftal keer per jaar dat de hero-werking en de KSA-werking samenvalt met de matchen die gespeeld worden door de voetbal. En op dat moment geeft dat natuurlijk die overlast. Dus vandaar dat we samengezeten hebben dat we die situatie konden verbeteren. Dus dat is hier een beetje een overzicht van de dingen die al aangepakt zijn, zodanig dat de situatie kan verbeterd worden. Jeugdbewegingen en... gaven ook aan dat ze ook wel kunnen, bijvoorbeeld wegkapiteins, zoals men dat noemt, daar kan plaatsen bij het binnenrijden, zodat dat ook een beetje
duidelijker aangegeven wordt wat dat mensen moeten doen als ze daar oprijden. En daarnaast, maar dat het, of, dat is, de vraag is daar gesteld, maar daarop is nog geen antwoord gekomen, is ook het idee gekomen om, zoals je zegt, bepaalde terreinen die daar ter beschikking zijn van de kerkfabriek, om die tijdelijk ter beschikking te stellen om daar op te parkeren. Dus daar is de vraag gesteld, maar daar moet er nog verder in overlegd worden om die situaties, dus 5 keer per jaar, om daar een oplossing of een betere oplossing nog voor te kunnen vinden. Goed, Bart, laatste puntje. Ja, korte vraag. We hebben hier in het verleden al gesproken over de piste. Dan was er gezegd dat er een enquête ging gehouden worden. Die enquête is al gebeurd ondertussen. Dus ik vroeg mij een beetje af, hoe staat het daar nu mee? Wel, de enquête is inderdaad afgelopen. Er zijn er behoorlijk veel antwoorden op binnengekomen. Dus dat is goed. Hè. Maar dat betekent dat er ook natuurlijk wel wat werk is om dat te verwerken. Dus dat is nog niet afgerond. Dus dat wordt de komende weken verder verwerkt. Mag ik juist nog vragen, want de vorige buurtvergadering was er altijd een probleem om over cijfers te spreken, omdat de metingen juist nog niet klaar waren. Zijn er nu ondertussen al metingen uitgevoerd in de wijk waar we op ons kunnen gaan baseren? Of, Er zijn er verschillende metingen, ja. Ja. Er zijn er verschillende metingen over de jaren heen. Katrien, de Bloemenwijk. Het betreft het speelpleintje van de Bloemenwijk. Ik kreeg melding dat kleine kindjes daar graag spelen, maar dat ze de laatste tijd vaak opgeschrikt worden door bommetjes die gegooid worden door jongeren. En de vraag is dan ook, eerst de kindjes worden opgeschrikt en rennen weg, terug naar huis. De vraag is om daar een beetje controle te houden, zodanig dan die kindjes. Want binnenkort gaan we toch de Bloemenwijk, het speelpleintje, open. Op 12 april, dus het zou misschien toch aangewezen zijn dat er daar een beetje controle gebeurt. Ik weet wel van wat meldingen daar de laatste tijd. Nu niet direct van bommetjes, maar dat kan natuurlijk. Dus de politie houdt er een extra oogje in het zeil. Maar wat ik wel zou vragen, Katrien, dat je dat ook meegeeft aan mensen die dat melden op het moment dat het gebeurt, dat men dan eigenlijk onmiddellijk de dienst 101 verwittigt. Dat is de meest efficiënte manier om die zaken aan te pakken. En ik denk dat het ook belangrijk is dat wij als college en als gemeenteraad ook die boodschap geven aan de mensen. In plaats van te wachten en het dan achteraf een keer te melden. Als er incidenten zijn of overlast is, op de breed mogelijke manier, onmiddellijk de dienst 101, zodat er kort op de bal kan gespeeld worden. Van zodra dat ik het gehoord heb, heb ik een mail gestuurd. Ja, naar de politie. Ja, eigenlijk is het beter dat je onmiddellijk bij de feiten 101 belt. Dat wordt 24 op 24, 7 op 7. Is er daar iemand die ploegen kan aansturen? En een mail, ja, dat wordt maar een dag nadien gestuurd. Misschien maar 2 dagen nadien gelezen. Allee, dat is natuurlijk niet echt interessant voor zoiets. Als het gebeurt, 101. Punt aan de lijn. Oké. Goed, dan zijn we aanbeland aan het einde van onze zittingen. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en zien we elkaar terug op 23 april. Dank je wel. Bye-bye. Ja, maar een Lutje is geen stuk van de raden, hè? Dus nog niet. Hè? Nog niet. Kom maar naar voren, Lutje.